Het Bureau Vrouwen- en Kinderbeleid, BVK, van het ministerie van Justitie en Politie heeft afgelopen vrijdag een gendertraining verzorgd aan het personeel. Deze training is in samenwerking met het Bureau Gender-Aangelegenheden, BGA, van het ministerie van Binnenlandse Zaken georganiseerd. 19 afdelingshoofden, mannen en vrouwen, van verschillende afdelingen van het dienstonderdeel Justitie, kregen de gelegenheid deze scholing te mogen volgen. De coördinator van BVK, Bidiawati Nanden Harpal, zei in haar openingstoespraak dat deze verkorte opleiding op verzoek van BISA is georganiseerd. Ze gaf verder aan dat gender en gendergerelateerde vraagstukken als prioriteit is opgenomen in het concept ontwikkelingsplan 2017-2021. Dit plan is onlangs door het staatshoofd aangeboden aan de Nationale Assemblée. Het doel van de training was het verhogen van de bewustwording over gender en gendergerelateerde issues en het gendergevoelig maken van het beleid van het ministerie van Justitie en Politie. Wat is gender? Verschil tussen gender en geslacht, gendergelijkheid en gelijkwaardigheid zijn enkele van de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. Voor het op gang brengen en vergroten van het genderbewustzijn heeft het bureau Gender-Aangelegenheden van BISA een aantal trainers getraind. Zo zijn er ook personeelsleden van het ministerie van Justitie en Politie getraind als trainers in gender. De training is gefinancierd door de overheid en de United Nations Development Program.